Kijk, ik denk dat, dat de jongens heel gedisciplineerd hebben gespeeld. Hè? De afspraken fantastisch zijn nagekomen. Het verdienste van de jongens. Henk Vrezer, uiteindelijk een makkelijke zege. Hoe heb jij de 0-2 hier in Enschede beleefd? Poeh, niet zo makkelijk als dat jij nu zegt, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat we goed in de wedstrijd zaten. Maar ik denk dat we ook op de juiste momenten scoorden. En ja, dat zat in ieder geval wel mee, ja. Maar als je tegen een ploeg die een punt pakt in de Kuip, die een punt pakt tegen PSV, die wint in de arena, nauwelijks wat weggeeft. En eigenlijk na 5 minuten had je al op voorsprong moeten staan. Ja. Dan denk ik dat weinig ploegen hier gaan winnen. Ja, kijk, ik denk dat, dat de jongens heel gedisciplineerd hebben gespeeld. Hè. De afspraken fantastisch zijn nagekomen. Het verdienste van de jongens. En het zat mee, die goal net vlak voor rust. Maar ik moet zeggen, we begonnen energiek hè, aan de wedstrijd. Heel veel energie aan de wedstrijd. Dus het was duidelijk waar we voor kwamen. Dat is duidelijk. Ja, heb je toch nog in de rats gezeten omdat jullie het in eerste instantie nog niet afmaakten? Pas bij de 0-2. En trouwens had je ook nog een grote kans op 0-3. Van ja, als die treffer valt, gaat het misschien ineens wel lopen bij Twente? Ja, nee, maar kijk, je weet dat 0-1, zelfs 0-2, met nog een kwartier te gaan volgens mij. Dat is tegen een ploeg als Twente. Je weet zelf, als zij 1-2 maken, dan gaan zij nog meer forceren. Vandaar dat wij ook naar 5 verdedigers gingen op het einde. Omdat je weet dat die altijd even verkeerd kan vallen voor ons. Maar ja, dat gebeurde niet, omdat ik denk dat we ook meedogenloos verdedigd hebben in dat opzicht, zonder over de scheef te gaan. Sparta won jaren niet bij Willem II. Sparta won sinds de jaren 90 slechts 1 keer hier in Enschede en jullie doen dat dit jaar. Heb je er een machine van gemaakt die inderdaad heel moeilijk te kloppen is, dat je ook wilde? Kijk, het grappige is dat als je uitspreekt dat je iemand bent die een goede organisatie wil hebben staan, dan denken mensen meteen dat je een verdedigende trainer bent. Ik denk dat we ook dit seizoen hebben laten zien, of dit jaar, zeker het tweede gedeelte in de laatste wedstrijden, dat we ook uitstekend kunnen voetballen. Ik denk dat goede voetballers ook hun arbeid moeten leveren. En dat doen de jongens allemaal. Hè? Ook de jongens die ja, wat meer stylisten zijn. Hè? Wouter Burger heeft vandaag gebikkeld. Brian valt in. Ja? Die bikkelt voor de ploeg. En zo zijn er wel meer. De Roy is een fantastische voetballer. Sven is een goede voetballer. Maar die verrichten wel hun arbeid. En ik denk dat dat ons sterker maakt. Omdat we behalve goed kunnen voetballen, ook nu gewoon strijd kunnen leveren. En heel volwassen wedstrijden, ja, ik zou bijna zeggen, uitspelen. En dat zonder je tussen aanhalingstekens beste speler, Abdou Haroui er niet bij. Is dat ook voor jou toch een bevestiging dat jullie dus ook zonder hem wedstrijden kunnen winnen? Nou kijk, het is duidelijk dat Appie ons sterker maakt. En het is ook duidelijk dat we zeker een box-to-box speler met hem hebben die en ook nog eens, vind ik, zich super ontwikkeld. Ook rustiger aan de bal wordt. Het is voor ons absoluut een gemis. Alleen ik ben hartstikke blij dat we het nu hebben op kunnen vangen met een aantal jongens. Ja, want gisteren heeft hij wel de training gewoon meegemaakt. Hij heeft tegen Groningen die wedstrijd gewoon gespeeld. Waarom was hij er niet bij? Ja, hij was er wel bij, maar niet op de bank. Ja, het was aan het einde van de training, kreeg hij wat last. En we hebben na de winter hebben we een aantal pittigen meteen. Hè, met Feyenoord, met Fortuna, met PSV. Dat wordt een hele pittige maand weer, januari. En ook een momentje rust voor een speler die toch ook heel veel onderweg is geweest. Jullie staan 9e, er is nog wel Utrecht AZ, maar de kans is groot dat jullie op de 9e positie in de winterstop staan. Wat wens je voor 2021, het resterende gedeelte van de competitie? Wat wordt je doel? Hetzelfde, dat we gewoon weer in de Eredivisie kunnen blijven. En hopelijk, hè, wanneer de coronaregels versoepeld zijn, het publiek weer hebben. En wie weet, meer budget hebben om weer een volgend stapje te maken. En dan kunnen we misschien structureel gaan denken bovenin het rechterrijtje. En je merkt dat ik misschien wat voorzichtig ben, maar ik ben gewoon realistisch. Wij, het rechterrijtje ontloopt elkaar niet zo gek veel. We gaan nog echt wel pittige maanden tegemoet.